Wilt u in het kort de cohorten toelichten die u voor uw onderzoek gebruikt heeft? Ik heb voor mijn onderzoek 3 cohorten gebruikt. De teamstudie, de team 2A-studie en de ideaalstudie. De teamstudie is een studie waarin 2 adjuvante hormonale therapiearmen werden vergeleken. Dat is 2,5 jaar tamoxifen, of 2 tot 3 jaar tamoxifen eigenlijk, gevolgd door 3 tot 2 jaar exemestane. En die arm werd vergeleken met 5 jaar exemestane, dus een aromatase remmer. Daarbij weer deze resultaten zijn, heb ik niet gepubliceerd in mijn proefschrift, maar zijn eerder gepubliceerd. Daarbij werd geen verschil gevonden in overleving tussen de 2 cohorten of tussen de 2 gerandomiseerde armen. De andere cohort waar ik naar gekeken heb is de Team 2A-studie. Dat is een neoadjuvant exemestane gedurende 6 maanden. Het is een single-arm study, dus 1 arm. En de derde cohort waar ik naar gekeken heb is de ideaalstudie. Dat is een studie waarbij we kijken naar de verlengde hormonale therapie en hoe lang, wat is de optimale duur van de verlengde hormonale therapie. En daarmee werd na 5 jaar aromataseremmer of 5 jaar tamoxifen gevolgd door een aromataseremmer of 5 jaar tamoxifen werd binnen 2 jaar gestart met letrozol gedurende 2,5 jaar of gedurende 5 jaar. Dus die 2 verlengde verschillende duren van de hormonale therapie. Dat zijn de cohorten waar ik in mijn onderzoek naar gekeken heb. En zag u in de teamstudie verschil tussen de sequentiële behandelstrategie en de behandeling met uitsluitend exemestane? Nee, daar zagen we. Deze resultaten heb ik niet zelf gepubliceerd. Het internationale cohort is al eerder gepubliceerd geweest. En daarin werd geen verschil in overleving gevonden tussen de 2 behandelingsarmen. En waren er nog verschillen tussen de lobulaire en ductale tumoren? Ja, daar heb ik wel naar gekeken in het onderzoek. In de Nederlandse en Belgische groep teampatiënten hebben we gekeken naar verschillen tussen ductale en lobulaire patiënten met ductale en lobulaire tumoren. Omdat de hypothese was dat bij lobulaire tumoren, die zijn vaker sterk hormoonreceptor positief en die zouden een betere die zouden anders kunnen reageren op de hormonale therapiearmen dan de ductale tumoren. Bij de verschillende, dus bij ductale en lobulaire tumoren, hebben we geen verschil gezien in de effectiviteit van de behandelingen. Wat we wel tegenkwamen is dat bij sterk hormoonreceptor positieve tumoren we een voordeel zagen van exemestane gedurende 5 jaar. En dat onafhankelijk was van of het een ductale of een lobulaire tumor was. Het is moeilijk om iets te concluderen over de hormoonreceptor negatieve of de minder sterk hormoonreceptor positieve patiënten, omdat de studie was natuurlijk ingedeeld op was van oorsprong bedoeld voor alleen maar hormoonreceptor positieve patiënten. Dus dan is het moeilijker om iets te zeggen over de minder sterk hormoonreceptor positieve patiënten. Verder heeft u onderzoek uitgevoerd naar het effect van beweging op de uitkomsten bij borstkankerpatiënten. Hoe heeft u dat onderzocht en wat waren de bevindingen? We hebben in de teamstudie hebben we bij de Nederlandse teamstudie hebben we kwaliteit van leven en leefgewoonte onderzocht. En daarin waren een aantal vragen over beweging bij deze vrouwen die geïncludeerd waren in de studie. En daarbij zagen we dat fysieke activiteit zowel voor als na de diagnose borstkanker een positief effect had op de uitkomsten. En dat dit effect het sterkste was bij de vrouwen die ouder waren dan 65 jaar. Een ander deel van uw onderzoek betrof de bijwerking van hormoontherapie, kwaliteit van leven en therapietrouw. Wat was al bekend over de therapietrouw of het stoppen met de hormoontherapie? En wat heeft uw onderzoek hierover verder duidelijk gemaakt? Ja, therapietrouw is een heel belangrijk onderdeel van elk medicijn wat langer genomen wordt. Dus elke chronische medicatie. En bij hormonale therapie, we weten uit meerdere studies en ook uit de team en de ideaalstudie dat heel veel vrouwen bijwerking krijgen. En dat deze bijwerkingen ook een nadelig effect kunnen hebben op de kwaliteit van leven en daarbij behorende therapietrouw. In de adjuvant setting, dus in de eerste 5 jaar therapie, weten we ook dat meer dan de helft van de vrouwen vroegtijdig stopt met het innemen van de hormonale therapie.
En dat kan een invloed hebben op de effectiviteit van de therapie. Want studies hebben ook aangetoond dat het langer behandelen met hormoontherapie, dat dat een beter effect heeft op de overleving. Daarom, wat ik in mijn studie, ik heb gekeken naar therapie trouw in de verlengde hormonale therapie setting. Dus niet in de teamstudie, maar in de ideaalstudie. En daarbij zien we dat van een vrouw die wel 5 jaar behandeld is, dat ook als ze langer doorgaan, dat daarvan ook nog eens 20% in de eerste 2,5 jaar stopt. Dus heel veel vrouwen stoppen vroegtijdig met de behandeling. En dat kan nadelig zijn voor de overleving van borstkankerpatiënten. Daarnaast keek ik naar het voorkomen van bijwerking van hormoontherapie en de respons bij patiënten. Kunt u aangeven wat de bevindingen hierbij waren? Ik denk dat deze, dat is een interessante vraag, omdat we hebben gekeken naar wat zijn bepaalde bijwerkingen van patiënten die mogelijk een relatie kunnen hebben met verminderde oestrogeenniveaus bij vrouwen die hormonale therapie innemen. Van de aromatase-remmers weten we dat veel vrouwen rapporteren spier- en gewrichtspijnen en opvliegers. En dit kan een relatie hebben met de mate van aromatase-remming. Wij hebben gekeken naar wat is dan bij vrouwen die deze specifieke klachten rapporteren, hoe is hun overleving vergeleken met vrouwen die deze specifieke klachten niet rapporteren. En interessant was, in de teamstudie vonden we dat vrouwen die specifieke bijwerkingen rapporteerden, dat die een betere overleving hadden dan vrouwen die deze bijwerkingen niet rapporteerden. En als we kijken naar specifieke versus niet specifieke bijwerkingen, dus geen spier- en gewrichtspijn of opvliegers, dat die vrouwen die wel bijwerkingen rapporteerden, maar niet deze specifieke bijwerkingen, dat die het ook minder goed deden dan vrouwen die wel specifieke bijwerkingen rapporteerden. En ik denk dat dat een interessante bevinding is. Andere studies hebben dat ook aangetoond. We weten nog niet goed waarom, hoe dat komt of waarom, hoe dit in elkaar zit. Maar ik denk dat dat zeker iets is waar we in de toekomst nog naar kunnen gaan kijken en een interessante bevinding is. Tijdens uw promotieonderzoek heeft u ook een verbeterd model ontwikkeld voor het voorspellen van de kans op overleving. Waarom was dat nodig en wat is er speciaal aan dit model? Ja. Het gaat hier om het dynamisch predictiemodel. Dynamisch predictie is het kijken naar of het voorspellen van overleving in verloop van de tijd. Dus een vrouw die er zijn voorspellingsmodellen die we nu gebruiken om overlevingskansen te berekenen aan het begin van de diagnose borstkanker en aan het begin van de behandeling. We hebben in de teamstudie gekeken naar hoe zit dat dan? Als we kijken niet alleen aan het begin van de diagnose of aan het begin van de behandeling, maar in het verloop van in de eerste 2-3 jaar na het starten van de hormonale therapie. Want er zijn natuurlijk heel veel invloeden van buitenaf en events zogenaamd die op kunnen treden tijdens de hormonale behandeling, die een invloed kunnen hebben op de overleving. En dan denken we aan het optreden van een lokaal recidief of het vroegtijdig stoppen met de hormonale therapie van een vrouw. En dit zijn allemaal dingen, die factoren die mogelijk bij een effect kunnen hebben op het verloop van de, op het effect van de hormonale therapie. Wat we met ons dynamisch predictiemodel gedaan hebben, is we hebben gekeken naar welke standaardfactoren zijn van invloed op de overleving en in het voorspellen van 5 jaar overlevingskansen. Hoe veranderen deze factoren, of hoe verandert de invloed die deze factoren hebben op overleving gedurende de tijd? Daar hebben we ook gevonden dat nodal stage, dus het aantal positieve lymfklieren, dat een minder sterk effect heeft op de overleving als in het verloop van de behandeling, als dat het aan het begin van de behandeling heeft. Daarbij zien we ook dat als we kunnen dus op bijvoorbeeld 2 jaar na het starten van de hormonale therapie ook bij een vrouw die dan voor een follow-up visit komt, kunnen we dan kijken wat is de 5 jaars overlevingskans op dat moment, dus op 2 jaar na het starten van de hormonale behandeling, met inachtname van de verschillende factoren die in het begin van de behandeling ook aan de orde waren. Ten slotte keek ik naar de duur van de neoadjuvante behandeling met hormoontherapie. Wat is hierover nog onduidelijk en wat zou u artsen hierover aanraden op basis van uw studieresultaten? Het gaat hier over de Team 2A-studie, waarbij we gekeken hebben naar
zes maanden neoadjuvante hormonale therapie. En daarbij werd gebruik gemaakt van exemestaan. Tot nu toe zijn de meeste studies die vrouwen neoadjuvante hormonale therapie geven, die zijn voor 3-4 maanden, vrouwen worden voor 3-4 maanden behandeld. We hebben gekeken in de Team 2A-studie wat de effecten zijn van 6 maanden behandeling. Daarbij zien we dat we inderdaad langer door kunnen gaan met de behandeling van hormonale therapie en onze aanbeveling is dat we vrouwen tot de maximale respons moeten blijven behandelen.